Deze maand is het oktober kennismaand. Het Universiteitsmuseum organiseert daarom diverse activiteiten. Deze herfstvakantie is er zowel voor kinderen als volwassenen van alles te doen. Wij hebben eigenlijk de hele maand natuurlijk activiteiten. En omdat het ook herfstvakantie is, is het op dit moment de topdrukte van de activiteiten. We hebben activiteiten voor kinderen, jonge kinderen, zoals kompas maken, omdat het thema de reis naar het onbekende is. We hebben een tentoonstelling Darwin's Wereld met de biologiecollectie. Heel leuk om te zien met veel opgezette dieren. En omdat het Darwin is, kun je dan ook DNA isoleren uit speeksel. Een beetje CSI-achtige toestanden, misschien ook leuker voor oudere kinderen. En ook voor volwassenen is er van alles te doen. We hebben lezingen gehad. We hebben vrijdag een preparateur, een dierenpreparateur. Kinderen konden vandaag de handen uit de mouwen steken. En wat heb je vandaag hier gedaan? We hebben stenen gekraakt, een kompas gemaakt en we hebben beneden bij dieren en allemaal beesten gekeken. En hoe vond je dat? Wel leuk, het zag er ook wel heel mooi uit. En ja, eerste keer was het eigenlijk fout bij de stenen kraken en dan mocht ik nog een keer. En dat vond ik wel leuk en het zag er ook wel mooi uit. En toen je de steen open hebt gemaakt, wat zat er toen in? Kristal. De eerste keer niks was fout en de tweede keer kristal. Dus het glinsterde wel mooi waarschijnlijk? Ja, een beetje glad. Het zag er heel glad uit. En wat zijn jullie vandaag aan het doen? Kompas maken en steen van deze stenen kraken. En DNA speeksel test doen, maar dat hebben we nog niet gedaan. Oké, dat ga je nog doen straks. Ja, als we het vinden. Iedereen kan nog tot en met zaterdag terecht in het Universiteitsmuseum. Tot dan zal er nog van alles op het programma staan. Het museum is elke dag open vanaf 1 uur.